Dag dames en heren, goedemorgen en welkom bij In Gelderland Live. Waar wij vanmorgen al praten over het thema van de komende dagen. Over herdenken en over vieren. En dat doen we met Gel Vlieringa. Hij is algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting. En hij probeert met het in stand houden van graven ook de herinnering in stand te houden. En we praten met Nico Keuning. En Nico Keuning is de schrijver van dit boek van Boternacht. En dat is een boek dat gaat over juist die periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Over de periode waarin mensen keihard moesten werken om het land en ook om hun eigen leven weer op te bouwen. Maar we beginnen met simpele zaken. Met ramenzemen, met de vloerdweilen. Allemaal dingen die we in principe elke dag willen doen. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, over dit soort zaken gaan de laatste tijd heel veel rechtszaken. Hier in Gelderland zijn er verschillende geweest. Gemeenten die zijn sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor die huishoudelijke hulp. En dat gaat niet helemaal van een leien dakje. Afgelopen week was er weer een rechtszaak over. Kevin Wevers, jurist uit Lochem. U heeft deze zaak gedaan. Die zaak van afgelopen week, waar ging die over? Jurist uit Aalten trouwens, maar maakt helemaal niks uit. Waar ging die zaak over? Die zaak ging over het korten van huishoudelijke verzorging. In dit geval ging mijn cliënt van 5 uur naar 2,5 uur huishoudelijke verzorging. Waardoor heel veel taken bleven liggen. En meneer is ook al 2 keer te val gekomen tijdens proberen te compenseren dat hij hulp is weggevallen. En dat kon zo niet langer, dus we hebben besloten om de rechter met spoed te vragen om ook alle hulp weer terug te geven. Ja, maar dat is dan een besluit van de gemeente, want gemeenten die zijn daarop aan het bezuinigen, aan het inkrimpen of schrappen het helemaal. In het geval van uw cliënt ging het dus over minder. En die vond dat dus onterecht. Die zegt dat kan niet, dat kun je me niet aandoen. Dat klopt, ja. En u heeft die zaak wel verloren? Niet echt verloren. De rechter heeft gewoon gezegd van er is geen spoedbelang, dus we gaan de zaak verder niet inhoudelijk behandelen. Dat betekent gewoon dat we in de toekomst opnieuw naar de rechter moeten gaan voor een bodemzaak. En dan zou de rechter de zaak wel inhoudelijk gaan behandelen. En eigenlijk staat ook al vast, gelet op de jurisprudentie, de uitspraak van de rechters die er al zijn, dat Bronckhorst die zaak dan gewoon gaat verliezen. Ja, maar goed, dat is wel in de toekomst. Die zaak moet nog gebeuren. En het is een acuut probleem waar dat we over spreken. Dat is zeker. En daarom is het ook inderdaad zo spijtig dat de rechter heeft beoordeeld dat er geen spoedeis en belang is. Ondanks dat bijvoorbeeld de cliënt inderdaad al 2 keer is gevallen. Ja. Leonie Sazias, u bent van de Ouderenbond, de ANBO. Dit is één geval, hè? Maar als dit soort gevallen vaker zich voordoen, komen die ongetwijfeld bij u terecht. Is dat ook zo? Komen er veel van dit soort zaken bij u terecht? Ja, ANBO heeft een meldpunt. En bij dat meldpunt komen ook heel veel van dit soort zaken naar boven. ANBO probeert mensen daarbij ook te helpen. Bijvoorbeeld als ze een bezwaar moeten maken op een beschikking. Maar ook in hetzelfde idee zitten ook bijvoorbeeld de woningaanpassingen die mensen aanvragen onder de WMO bij gemeenten. Daar reageren gemeenten ook heel verschillend op en zijn soms ook heel snel met afwijzingen. Ja, als je senior bent in Nederland, dan ben je er inmiddels achter dat allemaal heel karig is geworden en heel moeilijk is om daar zoiets te krijgen als je het vraagt. Terwijl iets heel simpels als bijvoorbeeld een vloerdweilen kan o zo belangrijk zijn. Vanwege mijn Parkinson tril ik. Je moet me 's morgens eens zien als ik me scheer. Daar heb ik 2-3 keer zoveel langer voor nodig. Je moet er met al je beperkingen nog een beetje waardig kunnen leven en niet meer zo leven dat de boel gaat verrappenzakken. Waarom moet een overheid dat vergoeden? Dat heb ik me nooit afgevraagd. Ik dacht dat ik daar op de een of andere manier recht op heb. Ja, dat is een interessante vraag. Hè? Waarom moet een overheid dat vergoeden? Is de overheid echt verantwoordelijk ervoor? Nou ja, zoals de WMO en de AWBZ vroeger in elkaar zat, toen spraken we altijd over je hebt recht op zoveel, op zoveel. Nu is deze hervorming, zijn we mee bezig, waar de ANBO het in principe wel mee eens is, hoor. Mensen willen namelijk ook heel graag lang zelfstandig thuis wonen. Maar dan is er wel extra ondersteuning nodig. En die extra ondersteuning die kost in elk geval minder dan alle mensen in een instelling stoppen, dat natuurlijk veel duurder is.
Alleen in die hervorming wordt nu zo gezegd dat we gaan niet meer uit van waar mensen standaard recht op hebben. Maar, en daarom, hè, dat was ook het argument om deze zorg bij de gemeente neer te leggen, want die staat dicht bij de burger. We moeten maatwerkoplossingen leveren. Dus niet jij hebt recht op zoveel, nee. Maar er wordt dus wel eerst gekeken, hè, via het keukentafelgesprek. Ja. Uitgangspunt is, wat kunt u nog zelf? Daar hebben we het zo over, die keukentafelgesprekken. Ja. Maar nog heel eventjes, die gemeenten die moeten dat gaan doen. Maar die moeten dat wel met 40% minder geld gaan doen. Want die hebben direct ook een korting voor hun kiezer gekregen. Ja. Dus dan is het toch logisch dat er gewoon minder kan? Nou ja, dat is op een bepaalde manier, kan je wel zeggen dat dat logisch is. En in sommige gevallen kan het ook minder. Maar de gemeente moet altijd onderbouwen, via zo'n gesprek, die moet een goed onderzoek doen, die moet duidelijke argumenten geven waarom mensen die zorg al of niet nodig hebben. En de zorgplicht is er in ieder geval zo, dat zegt de WMO. De WMO die zegt dat het moet mensen toch mogelijk maken om te participeren in de maatschappij. Ja. Kevin Wevers, als die gemeente het met 40% minder moet doen, hè, waarom lukt het u dan toch om bij de rechter voor elkaar te krijgen dat sommige besluiten dat mensen geen zorg meer krijgen of nauwelijks zorg meer krijgen, terug worden gedraaid? Ah, het is gewoon eigenlijk heel simpel. De wet zegt gewoon dat die mensen, wanneer zij beperkingen hebben in de zelfredzaamheid, dat ze gecompenseerd moeten worden. Wanneer ze dat niet zelf kunnen doen, wanneer ze geen netwerk hebben wie dat kan opvangen, wanneer de gebruikelijke hulp dat niet kan doen, bijvoorbeeld echtgenoot wie erbij inwoont. Ja, als dat allemaal niet mogelijk is, dan moet de gemeente gewoon bijspringen. En het maakt er eigenlijk weinig uit of er nou 40% of zelfs 100% bezuiniging zijn. Staatssecretaris heeft ook gewoon gezegd, ook al is het geld op, die compensatie die moet geboren worden. En dan moet ze het uit het andere potje halen. En dan kun je alleen nog discussiëren over de mate waarin ze moeten bijdragen. Ja, precies. En dat zal inderdaad ook de inzet zijn van bijvoorbeeld toekomstige rechtszaken van ja, hoeveel compensatie moet er dan inderdaad geboren worden. Wat mij betreft is inderdaad de wet niet eens zoveel veranderd. Het is meer een verdeling, zeg maar, een nieuwe verdeling van bevoegdheden. De gemeente moet nou gaan regelen in plaats van alles via de Rijksoverheid. Maar inhoudelijk gezien vind ik dat de wet niet zoveel veranderd is. Dus de compensatieplicht wie ze hebben, de gemeenten, ja, die is wat mij betreft ook voor een heel groot deel gewoon in stand gebleven. Ja, want volgens die WMO, hè, die wet maatschappelijke ondersteuning, is de gemeente verplicht mensen te ondersteunen in hun streven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Zo zeg ik het goed, geloof ik. Juist, en zodat mensen ook zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Er wordt dan weliswaar eerst gekeken naar wat is jouw sociale netwerk en hoe zou je dat eventueel binnen je sociale netwerk kunnen opvangen. Maar ja, zeker natuurlijk als het om echte ouderen gaat, die hebben vaak een veel kleiner sociaal netwerk, een echtgenoot die ook al oud is en beperkingen heeft. Dus dat soort dingen moeten duidelijk worden. U noemde net al die keukentafelgesprekken. Daar moet dan duidelijk worden, hoe staan die mensen in het leven? Wie hebben ze om zich heen? Wie kan wat voor ze doen? Juist, daarom zegt Ambo zegt dan ook altijd. Is dat verplicht overigens? Moet er altijd bij iemand gaan luisteren hoe hun situatie is? Nou ja, het hoeft niet. Het is niet verplicht dat het aan de keukentafel plaatsvindt, maar het moet gewoon, er moet een goed gesprek plaatsvinden, want er moet gewoon goed onderzocht worden wat die hulpvraag is. En gebeurt dat goed? Nee, niet in alle gevallen. Er zijn dus echt, en dat weet Kevin ook, er zijn ook gewoon gemeenten die hebben gewoon een brief gestuurd en gezegd, wij stoppen met de huishoudelijke hulp. Nou, dat mag dus gewoon echt niet. Nee, terwijl dat keukentafelgesprek dus juist zo belangrijk is, want dat is zo bepalend voor dat maatwerk. Dat is bepalend voor je zorg, ja. En in gemeente Lochem bijvoorbeeld hebben zij besluit genomen in januari en pas in april hebben ze gezegd van, goh, we komen even langs voor de keukentafelgesprek. Ja, dus ze hebben eerst gezegd, nou, je krijgt niks meer en daarna zeggen, en we komen er later nog even over praten. Ja, om het even toe te lichten eigenlijk. Ja. Is het ook niet een kwestie van een eigen financiële bijdrage leveren? Is het personeel of is het geld? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen kan het betalen. Maar als je zegt, nou ja, goed, als de gemeente 40% gaat bezuinigen, dan betaal ik meer voor de hulp. Nou, het is, als het gaat om ouderen, dan zie je dat het meestal gaat over hulp in natura. In de jeugdzorg heb je vaak persoonsgebonden budgetten. Mm-hmm. En dan krijg je geld, dan kun je zelf je zorg kiezen. Maar als het gaat om ouderen, gaat het over het algemeen in zorg in natura.
Maar dat betaalt, en natuurlijk moet daar ook een eigen bijdrage. Daar moet ook een eigen bijdrage bij betaald worden. Maar ook dat is per gemeente verschillend, die eigen bijdrage. Maar niet helemaal. Dat gaat via het CAK en daar zijn gewoon wettelijke formules voor. Ja. Sommige gemeenten proberen het dan in een algemene voorziening te gooien. En dan mag de gemeente inderdaad wel het eigen bijdrage bepalen. Ja. Maar tot dusver ben ik alleen bekend met algemene voorzieningen die door de rechter zijn afgekeurd. En is zo'n verhoging van die eigen bijdrage, is dat aanzienlijk dan of niet? Vanwege een wet die geschrapt is, de WTCG. Daardoor betekent dat mensen die inderdaad een eigen bijdrage betalen per 4 weken, dat die 33% meer moeten betalen sinds 1 januari 2015. Okay. Voordat het technisch wordt. Dat is inderdaad zo. Hè? Want ik heb een schoonmoeder die dit meemaakt. En ik vind het grappig dat het in gemeentes allemaal zo anders is. Want wij hebben er eigenlijk in de zorg geen last van. Maar de eigen bijdrage is bijna verdubbeld, ja. Dat klopt. Is dat een van de grote zorgpunten ook, dat het per gemeente zo verschillend is? Want het is zorgt geen eenheid van beleid natuurlijk. Nee, dat zorgt... Kijk, aan de ene kant was de bedoeling natuurlijk goed, hè. De ontschotting van budgetten. Dus het is niet meer zo. Vroeger kregen gemeenten allemaal geoormerkt geld. Dat is daarvoor, dat is daarvoor, dat is daarvoor. Nu worden de budgetten ontschot. Dus de gemeente krijgt 1 budget. Ja, voor het hele sociaal domein. Voor het hele sociaal domein. En dan kunnen ze zelf zien wat belangrijk is om waar uit te geven. Dus dat is, het uitgangspunt is wel goed, maar in de uitwerking merk je dat er toch inderdaad een grote rechtsongelijkheid is. In de uitwerking moet je een beetje geluk hebben in wat voor gemeente je woont, of je wel of niet veel. Ja. Datzelfde geldt overigens ook voor aanpassingen aan woningen. Ja. U zei net al, daar krijgen we ook veel klachten over. Daar krijgt AMBO ook heel veel klachten over, dat daar ook mee omgegaan wordt, dat heel veel mensen soms te horen krijgen, nou, dan gaat u maar verhuizen, of dat de eigen bijdrage. Dat is geen grapje hoor. Het is ook al jarenlang goedgekeurd, ook door de rechter. Dat is natuurlijk nog een misvangen. Dat is gewoon een verhuisprimaat. Ja, dat mag. Onder omstandigheden natuurlijk, lang niet altijd. Maar dat de gemeente dan dus zegt, u krijgt niet, ik noem wat, die traplift. Maar gaat u maar naar dat huis, want daar zit er wel in. En dan moeten mensen dus op hoge leeftijd verhuizen. Dan zeg je, gaat u maar naar dat huis. Maar dat zeggen ze er niet bij. Daarom. U gaat maar verhuizen. En, Zoek het maar uit. Zoek het maar uit, ja. Uw directeur heeft gisteren dat geloof ik gelanceerd. Een nieuw plan, een fonds om mensen die met dit soort AMBO, problemen kan. Probeert mensen natuurlijk daarmee te helpen. Dus als mensen een beschikking, hulp vragen en ze krijgen een beschikking waar ze het niet mee eens zijn, dan kan AMBO helpen met bezwaar maken op die beschikking. Nou, krijg je daar nou ook weer nul op het rekest als het gaat om een woningaanpassing. En daar zijn ook een aantal schrijnende voorbeelden van. Bijvoorbeeld een gezin uit Uden die alle woningaanpassingen zelf hadden betaald. De kinderen ook heel erg veel doen, zodat ze geen huishoudelijke hulp nodig hadden. Hadden alleen op het laatste moment nog een speciaal aangepast toilet nodig. En daar was nou net geen budget meer voor. En dat kregen ze ook niet van de gemeente. Terwijl dat eigenlijk het enige was wat ze nog vroegen. De rest en daar ze zou in de nieuwe situatie het fonds van AMBO... En dan zou kan je bij AMBO aankloppen. En AMBO vraagt aan al haar leden om een donatie. Zodat hulpfonds... Dus het fonds wordt gevuld met geld van leden? Hulpfonds te stoppen. En als je dan in zo'n situatie komt, dan kun je bij AMBO aankloppen. Ja. Kevin Wevers, dat is een mooi vangnet wat AMBO bedacht heeft. Maar is het een oplossing? Natuurlijk, het uitgangspunt is en blijft dat gewoon verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. En ik juich het initiatief gewoon toe. Dat vind ik ook heel mooi dat jullie dat doen. Dit neemt niet weg dat natuurlijk de verantwoordelijkheid bij de gemeente blijft liggen. De gemeente is volgens de WMO verantwoordelijk. Ook voor woningaanpassingen. Als een traplift nodig is, dan moet je er ook komen. Een toilet, wat ook echt niet veel hoeft te kosten. Nee. Dan moet de gemeente dat gewoon doen. En dan moet ze niet moeilijk over doen. En dat betekent, we zijn nog maar een paar maanden bezig in dit nieuwe regime. Pas sinds januari ligt het nu op deze manier bij de gemeente. Dat betekent dat er, denk ik, nog heel wat rechtszaken aan zitten te komen. Ja, ongetwijfeld. En weet je, wij vinden ook hoor nog steeds dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Ja, juist, alleen dat hulpfonds, dat hebben we natuurlijk ook ingesteld. Omdat, je ziet, procedures kunnen dus heel lang duren. Mm. En die mensen zitten dan acuut toch met een probleem. En dan ben ik toch blij dat hulpfonds er is. We gaan het hebben over dit boek. Ja. We gaan het hebben over het boek Boternacht. En Boternacht, dat verwijst naar de Boeternacht in de in 1963. Dat is een beroemd historisch voorval. Een bijzondere dag in de anekdote de Nederlands-Duitse geschiedenis. En dat gaat over de grensverschuiving. Want Elten heeft een tijd lang bij Gelderland gehoord. Van 1949 tot 1963 uit mijn hoofd. Ja. En daarna weer teruggegaan naar Duitsland. Nico Keuning, u heeft daar dit boek over geschreven. Heel even nog die Boternacht. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat
iedereen wist, en vooral de grote handelaren, dat de grens verschoven zou worden in de nacht van 31 juli op 1 augustus. En dat expediteurs ervoor zorgden dat er zoveel mogelijk producten in Elte gestationeerd waren die nacht. Dus vrachtwagens reden al wekenlang van tevoren Elte binnen. Straten, pleinen stonden helemaal vol met vrachtwagens. Maar ook danszalen, schuren, stallen, want het was zomer, waren leeg. Helemaal volgestouwd met boter, koffie, thee, sigaretten. Dus heel Elte alles was vol met goederen. Met goederen. Ja. En toen dan, s'nachts om 12 uur, toen de grens verschoof, dus terug verschoof naar de Nederlandse kant, stonden al die producten op Duits grondgebied. Zonder er iets voor betaald te hebben. Zonder invoerrechten te hebben betaald. Ja. Dus daar zijn toen heel veel mensen heel goed mee geweest. Ja, er is toen voor 60 miljoen gulden toen nog is in één nacht gesmokkeld. Maar de minister-president, legaal, precies, het was legaal, want de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen had gezegd, niet de mensen hebben gesmokkeld, maar de grens heeft gesmokkeld. Ja, en daarmee was het dus... En was het gewoon een buitenkantje. Ja, ja. Ja, en het was omdat het 14 jaar onzekerheid was geweest, ook voor de Eltenaren. Ja, ja. Want het was een tijdelijke situatie. Nou, die boetenacht is de titel van het boek, speelt eigenlijk maar zo'n klein rolletje in het boek. Want uw boek is eigenlijk een tijdbeschrijving van... Laten we zeggen, de tijd direct na de Tweede Wereldoorlog, toen mensen een nieuw bestaan moesten gaan opbouwen. De hoofdpersoon is min of meer gebaseerd op uw vader. Hier heet hij Jaap Bommer. Ja. Hij staat ook op het omslag. Dus dit is, dit is mijn vader bij de grens bij Elten, dus onderaan de Eltenberg. Toen nog was de grensplaats daar. Nu waar de Wielt, de rivier, onder de weg doorgaat. Ja. Dus met iemand naast hem die niet uw moeder is? Nee, de vrouw is een groot mysterie. Ja, maar heeft u wel geïnspireerd tot, de pikantere scènes? Ja, en ze staat ook aan de Duitse kant. Ja. Tenminste, de Duitse kant aan de andere kant van de slagboom. Dus ik heb daar in het verhaal Helga Richter van gemaakt. Dus Jaap, die getrouwd is en kinderen heeft... Die krijgt een verhouding, een buitenechtelijke relatie met een mooie Helga Richter. Ja, ja. En die in hetzelfde huis woont. Het huis staat er ook nog steeds in de Kloosterstraat, Wilhelmstraat. Of Strassen nu natuurlijk, nummer 4038. Daar ben ik geboren. En dat is een heel mooi punt waar Helga en Jaap elkaar ontmoeten. Terwijl Anna, de vrouw van Jaap, in het ziekenhuis ligt. Ja, en verhaal gaat nog verder, maar we willen niet alles verklappen. wat wel belangrijk is, is dat Jaap is een douanier, een commis, hè, heette dat geloof. Ja, hulpcommis, zo is hij begonnen. En, want dat was toen een nieuw geschapen rijksbaan, omdat er zoveel grenzen kwamen. Ja, ineens was de Derde Rijk natuurlijk ingestort. Dus de grenzen moesten hersteld worden. En dat is dus het ware verhaal, want dat was uw vader. Ja, mijn vader ging in 1946... naar Serenberg, daar is hij begonnen. Hij heeft zich gemeld bij het hoofdkantoor aan de Rijn, de Tolkamer. Dat staat er ook nog steeds, hè, dat hoofdkantoor, dat is nu een restaurant. Dus ik kon daar dat gebouw nog zien. Dus toen kwam mijn vader daar in een krijtstreeppak en een koffer. Heeft zich daar op 8 juli 1946 gemeld. En toen werd hij hulpcommis en toen moest hij de velddienst in Serenberg. Nou ja, na veel leren, want dat is inderdaad die naoorlogse periode. Het is wederopbouw, maar het is ook voor heel veel jonge jongens, hè, die nauwelijks opleiding hadden, lagere school. Mijn vader had nog een land- en tuinbouwcursus gevolgd, maar dat was het wel zo'n beetje. Moesten leren om vooruit te komen. Doorleren was de term. Ja, doorleren. Maar je kon dus ook een nieuwe carrière krijgen bij de douane, zal ik maar zeggen. En dat was zo belangrijk, omdat toen dus Elten, we noemden het net al, dat kleine stukje Duitsland werd toen Nederland. Daar hebben we nog wat historisch beeld van. Kijk even. Om 6 uur op de morgen van de dag waarop de grenscorrecties een feit worden, trekt de afbakeningscommissie dit gebied binnen om de grens af te palen. De grens wordt voorlopig aangegeven met landmeterstokken waaraan rood-witte vlaggetjes zijn bevestigd. Na enige tijd komen dan kantoniers van de Rijkswaterstaat die op de plaats van de landmeterstokken oranje grenspalen in de grond zetten. Alles is zo geregeld dat om 12 uur precies de afbakening gereed is. Dan trekt een heel leger douanebeambten en marechaussées het nieuwe gebied binnen. Ja, en onder die mensen was dus uw vader. Hè? Ja. En die moest dan de grens gaan bewaken. Wat ik grappig vind is hoe u dat beschrijft.
dat tijdsbeeld. Op enig moment verslaapt uw vader zich. Komt hij een kwartier te laat op zijn werk of zo. Daar volgt dan een brief op met een reprimande. En dat komt ook in zijn dossier. En dan hebben we het over een kwartier te laat op je werk komen. Ja, dus dat zijn wel echt de normen en waarden van die tijd. Hè? Dus dat heb ik ook helemaal uitgetikt in het boek. Bestraffing van een ambtenaar. Ja. Dus je denkt, nou, dat is een doodvonnis. Hè? Dat is afgelopen. Dat is echt een enorm vergrijp. Heeft, ja, ja. Nee, zeker. En hij heeft zich in die jaren dat hij daar heeft gezeten, heeft hij zich nog een keer verslapen. Toen heeft hij een taakstraf gekregen. Maar dat waren inderdaad zware straffen. Want iemand die later in 1962 komt ook aan het eind in het boek nog voor. Dat hij corrupt bleek te zijn aan de grens. Hè, dus waar de snelweg nu loopt. Mm-hmm. Dat was de nieuwe grenspost. Die had toen iets met invoerrechten van auto's. Had hij te laag ingeschat, zodat er minder invoerrechten betaald hoefde te worden. En die heeft daarvoor een jaar in de gevangenis gezeten. Ja, ja. Als je nagaat dat na de oorlog een SS'er, hè, die zat dan 2-3 jaar in de gevangenis. Maar dat dus ook corruptie toen heel zwaar werd bestraft. Ja, het was inderdaad wel een enorme. Mensen moesten zich enorm aan de regeltjes houden. En ja. Dat beschrijft u ook. Het is een heel persoonlijk verhaal ook. Hè, onder meer het verhaal van uw vader. Maar u beschrijft ook heel nauwkeurig die annexatie. Hoe belangrijk dat was. Waarom mensen daarvoor zo'n behoefte aan hadden. Want er was behoefte aan genoegdoeningen. De Duitsers was weg. Ja. En het was ook heel vreemd als je dat nu terugleest. Ik heb een brochure, maar men vond dus dat Nederland vol was toen. En vooral mensen van de KVP, misschien ook door de enorme gezinsaanbreidingen. Oh, we hadden levensruim nodig. Tijd. Ja, levensruim. Dus dat was het omgekeerd. Dat vond dan ineens Nederland. Dus de stelling was annexeren of emigreren. Dus dat kennelijk niks anders op. He? En als je dat vergelijkt met nu en hoeveel inwoners Nederland nu heeft en wie er allemaal nu Nederland is. Spreken we over 1949, hè? Of 1949 en eerder. Want dit is een brochure uit maart 1945. Dus hier zie je hoe. Oh, dat had erbij hoe Nederland eruit had moeten zien. Hè? Dus dat is dan Oostland, ons land. Hè? Dit is dus het nieuwe Nederland. En er staat ook achterin allemaal. Ja, er staan 3 artikelen in. Dus echt propaganda is dat, hè, om te annexeren. En hier loopt dan de Wezer, de rivier. Dus dat is dan vanaf Bremen. Het hele Ruhrgebied er natuurlijk bij. Voorbij Dortmund en Aken en Keulen erbij. Alles moest bij Nederland komen. Dat was natuurlijk. Er was een van de varianten die genoemd werd. Want allerlei politici hadden allerlei plannen opgeschreven over wat ze vonden dat er moest gebeuren. Ja, en sommigen die dachten bijvoorbeeld de vrouw van Jan Romein, die historicus, Annie Romein. Die vond dat alle Duitsers over de rest van de wereld verdeeld moesten worden. En dat dan de geallieerden moesten dan bepalen wie er dan in Duits grondgebied mochten wonen. Nou, en het plan, dit plan is dan ontleend aan het idee dat we in ieder geval 10.000 vierkante kilometer zouden annexeren. En uiteindelijk zijn dat er 69 vierkante kilometer geworden. Dus dat is dan Zelfkamp, Tudderen en Elten. En dat hoekje Elten, waar ik in 1952 ben geboren, dat was een stukje van 19,5 vierkante kilometer. Hoe lang heeft u er zelf gewoond in Elten? Ik heb er gewoond van 52 tot 56. En voor het schrijven van dit boek bent u teruggegaan, want dat is ook een onderdeel van het boek, dat u beschrijft hoe u daar door de straten gaat waarin uw vader heel vaak gegaan is in die tijd. Hoe was dat om daar terug te zijn? Ja, dat is fascinerend natuurlijk. Hè. Je gaat ineens in dat decor. Dat decor bestaat natuurlijk volledig nog, behalve de grensposten. Soms zie je nog wel eens een oud grenskantoor. Maar het is fascinerend omdat dat de tijd van het fietsen is. En ook van de wielerhelden, hè, in de jaren 40. Elten was trouwens voor 95% katholiek. Mijn vader was katholiek, dus alles was daar katholiek. En de wielerhelden waren ook katholiek. Fausto Coppi was dan niet zo heel katholiek, maar Gino Bartali. En dat was een hele katholieke held, een wielerheld. Dus dat gaat een beetje samen met dat fietsen. En de fiets, behalve in het verzet, is ook wel een beetje een Hollands symbool van de wederopbouw. Dus ik heb daar ook een week alleen maar gefietst. De auto niet gebruikt. Helemaal terug in de tijd zoals mijn vader ook fietste. Ja. Mijn vader fietste naar avondcursussen en naar grenskantoren. Die fietste soms, om mijn moeder nog in een ziekenhuis op te zoeken, 50 kilometer per dag. Week in, week uit. Ja. Mooie verhalen. Het staat allemaal mooi opgetekend in het boek Boternacht. Mensen die nog meer willen horen, zou ik zeggen, boek lezen. En donderdag 21 mei, dan staat u in de boekhandel in, waar is het, in Doetinchem, hè? Bij Raadgeep en Berrevoets. Ja, en dan vertelt u
uitgebreider dan er vandaag ruimte voor was over het boek Botenaar. Dankjewel, Nico Keuning. Als ik nog even een vraag mag stellen. Een hele korte. Ja, hoeveel steun had dat initiatief om bijvoorbeeld Nederland groter te maken? Meer grondgebied. Was dat nog een beetje populair in Nederland? Of was dat een aantal mensen die daar zoiets een paar gedachten over hadden? Ja, er waren wel mensen die daar tegen waren. Vooral in PvdA-kringen. Drees bijvoorbeeld was een tegenstander, want die wist wat het ging kosten. Ja. Om dat allemaal op te knappen, hè, want het is allemaal van Nederlands geld. Er zijn die gebieden ook gerenoveerd. Bestrating, elektriciteit, riolering en zo. Dus dat kostte een hoop geld. Maar van KVP-zijde, en dat was natuurlijk wel een hele grote partij. Dus er was een grote meerderheid onder de Nederlanders om te annexeren. Ja, alleen bij de Duitsers lag het iets minder. Ja, iets minder populair. Ja. Straks, als er geen overlevenden meer zijn van die Tweede Wereldoorlog, dan hebben we dus alleen nog maar de gaven en de verhalen die daarbij horen. De verhalen over de slachtoffers. De Oorloggravenstichting van Gel Vlieringa, die verzorgt die gaven. En verzamelt de verhalen en zorgt op die manier dat we... Ja, dat we het niet vergeten wat er gebeurd is in die periode. Meneer Vlieringa, beschrijft u eens, wat doet u nou precies met die Oorloggravenstichting? Nou, de Oorloggravenstichting die werkt eigenlijk in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En mijn opdracht is inrichten, aanleggen, onderhouden en in stand houden van het Nederlands oorlogsgraf. Een Nederlands oorlogsgraf is vrij makkelijk. Dat is een graf waar een oorlogsslachtoffer in ligt. Dat is altijd een oorlogsgraf. Oorlogsslachtoffer, daarvan herkennen we in Nederland ongeveer 180.000. En daarvan hebben er maar 50.000 een graf. Dus 130.000 hebben geen graf. Dat zijn de Joden die naar vernietigingskampen zijn omgebracht. Maar ook mensen die op zee zijn kwijtgeraakt, een zeemansgraf hebben. En een heleboel mensen die we nog niet hebben teruggevonden. Maar de graven zijn dus waar mensen die dus echt fysiek... teruggekeerd zijn. Ja, dus graven zijn, daar liggen de mensen echt in. Ja. Ja, alleen niet altijd hebben we de namen. Dus we hebben ook een heleboel onbekende graven waar onbekend op staat, omdat we de mensen nog niet geïdentificeerd hebben. Nou, dan hebben we er 50.000. Ik moet het overal in de wereld doen. Heel snel er even langs. 50.000 liggen er in Indonesië op 7 erevelden. Er liggen er ongeveer 12.000 in 50 landen in 5 werelddelen verspreid. En dan hebben we nog 13.000 in Nederland. En uw stichting onderhoudt het allemaal? Is daar allemaal... Ja, dat doen we wel gezamenlijk. Hè. In Indonesië doen we echt helemaal zelf. In al die landen daarbuiten doen we dat samen met de Nederlandse ambassades. En die houden dat voor mij in de gaten. In Nederland liggen er 13.000, waarvan er ongeveer 5 op 2 erevelden van ons. En het ereveld in Bloemendaal is van een andere stichting. En de rest ligt op 1200 begraafplaatsen in 400 gemeentes. En dat doen we samen met de gemeente. Dus de gemeente doet dagelijks onderhoud en wij renoveren en reinigen. In Gelderland hebben we Loenen, ja. Erebegraafplaats. Waarom is dat een erebegraafplaats? Nou, omdat daar oorlogsslachtoffers liggen. En dan liggen er een boel. Er liggen er nu bijna 4000. En... Nou, wij vinden dat de mensen die voor onze vrijheid gestreden hebben, dat we die moeten eren. En daarom noemen wij dat een erebegraafplaats. Ja, ja. En Loenen ligt eigenlijk van ieder soort oorlogsslachtoffer dat wij erkennen. Daar ligt iemand daar, dus er liggen mensen uit Nieuw-Guinea, maar er liggen ook verzetstrijders, onderduikers, Joodse slachtoffers, die liggen daar allemaal. Maar alleen mensen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog? Nee, niet alleen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Want later in 1956 is daaraan toegevoegd de Nederlandse militairen die door de overheid zijn uitgezonden. Dus als je door de overheid bent uitgezonden en je komt om, dan ben je ook een oorlogsslachtoffer en dan mag je op ons ereveld liggen. Ja, en hoe belangrijk het is dat je als nabestaande weet dat daar een graf is met een... Ja, met iemand die je verloren bent en dat het goed verzorgd wordt. Dat merk je pas als je rondloopt in Loenen. Kijkt u even mee. Ik was natuurlijk klein. Ik kwam mijn man gewoon aan de deur. Die vertelde, ja, uw man is gestorven. Moeder was net jarig geweest en de volgende dag kreeg ze dat bericht. Hij is al geen 40 geworden, hè? Bijna 40. Ja. Wat voor gevoel is dat nu als u hier staat bij het graf van uw vader? Ja, erg. Voor een gezin wat nog jong is en opkomt en zo eigenlijk wordt vernietigd. Dat is natuurlijk heel erg. In die tijd besefte ik dat niet. Ik was 6 jaar en ik leefde vrolijk verder natuurlijk. Alleen mijn moeder zat veel te huilen. Ja, dat zijn dingen die doen je wel wat. En je moet zonder vader verder.
moet zonder vader verder. Mevrouw praat over haar vader. Die was dus eigenlijk een burgerslachtoffer. Hè? Was te werk gesteld in Duitsland. Ja, dat klopt. Hè. Daar is Nederland eigenlijk een bijzonder geheel. Want 78% van de slachtoffers die ik onderhoud zijn burgers. Hè. Iedereen denkt altijd Oorlogsgravenstichting. Denk direct aan soldaten. Denk meteen aan militairen. Men denkt ook dat ik bij het ministerie van Defensie zit. Allebei niet waar. Ik word betaald door Binnenlandse Zaken. En het gros van onze slachtoffers zijn burgers. Ja. Ja. Morgen is in Loenen de grote herdenking. Ja. Die is overdag. Die gaat vooraf aan de grote nationale herdenking. Ja. Is het speciaal daarom ook overdag? Om, laten we zeggen, die concurrentie een beetje te voorkomen? Ja, het is in 1954 begonnen. En het is echt in eerste instantie geweest voor nabestaanden. We nodigden de nabestaanden uit en die kwamen op de herdenking. Dan kregen ze genoeg tijd om 's avonds een nationale herdenking mee te nemen. Die overigens veel later, dus in het begin was dat niet de reden, maar veel later wel. En we hebben het zelfs nu een beetje vervoegd om de mensen de kans te geven om op tijd terug te zijn. Ja, ja. En Loenen heeft inmiddels de naam als een grote herdenking. Het is een belangrijke. Waarom is het zo'n belangrijke, denkt u? Nou, het is uitgebreider geworden. Dus je kan er... Iedereen kan er gewoon heen. Je kan er gewoon het ereveld op lopen. Je hebt geen toestemming nodig om erop te lopen. En omdat we daar eigenlijk alle soorten oorlogsslachtoffers bij elkaar hebben. Dus iedereen ligt daar wel. Iedereen heeft daar wel een voorbeeld. En zeker als je kijkt nu naar de jonge militairen die zijn omgekomen. Je ziet ook uit de jonge veteranenwereld steeds meer aandacht komen voor dit gebeuren. En ik denk dat dat ontzettend goed is. Ja. Dus iedereen kan daarheen. Gebeurt dat ook? Zie je dat het toeneemt? Nou, je moet er erg veel aan doen. We merken wel dat jeugd meer geïnteresseerd begint te raken in wat er gebeurt. Men vraagt eerder aan zijn grootmoeder wat er is er gebeurd dan dat het kind het aan de ouderen vraagt. Dus daar zie je de belangstelling toenemen. Het Nationaal Comité doet er natuurlijk ook erg veel aan. Hè. Bij al die herdenkingen worden langzamerhand wel scholen en kinderen erbij betrokken. Ja. Daarvoor hebben we... adopteren monumenten en adopteren een graf. Dus we proberen steeds meer jeugd erbij te halen. En we beginnen ook een beetje op een andere manier te praten. Hè. Vroeger had ik het eigenlijk altijd over dat we alleen maar eerbied moesten brengen aan het oorlogsslachtoffer. Dat doe ik nog steeds, vind ik nog steeds belangrijk. Maar als je kijkt naar de keuzes en de dilemma's waar de Tweede Wereldoorlog mensen mee te maken hadden, dan kan je die eigenlijk tijdloos één op één naar nu toe vertalen. Mm-hmm. En als je dat doet en je brengt kinderen op een ereveld waar emotie wordt toegebracht, dan kan je er heel goed met ze over discussiëren, over de keuzes die toen gemaakt worden, dat vrede en veiligheid niet gratis is. Laten we daar... Dan moet je aan werken. U zegt, het ministerie doet er veel aan, het comité doet er veel aan. U doet er zelf ook. U organiseert ook pelgrimstochten. Ik las ergens ook dat er nog steeds door Duitsland treinkaartjes worden verstrekt voor mensen die naar erevelden in Duitsland. Hoe zit dat? Ja, wij hebben 7 erevelden in Duitsland. Waar Nederlanders, vooral mensen die voor de arbeidseinsatz daarheen zijn gebracht, zijn begraven. En Duitsland geeft als genoegdoening 1 keer per jaar een treinkaartje naar het ereveld waar je familie ligt. En dat geef ik uit, ja. Ja. Nou, ik vind het ook zo, wat ik zo geweldig vind, is dat er ook dus nog steeds wordt gezocht. Dat er nog steeds heel veel lichamen zijn die niet thuisgebracht zijn. Ja. Wij zoeken nog steeds naar onze grootvader die waarschijnlijk, vermoedelijk, op de Waalsdorper vlakte de kogel heeft gekregen. Hij is wel bijgeschreven op Loenen, want hij was Engelandvaarder. Maar zijn lichaam is nooit gevonden. Nee. En ik weet dat er een groep vrijwilligers is. Het zijn echt geweldige mensen uit het leger en van laboratoria die DNA-onderzoek doen. En die doen het allemaal vrijwillig, steeds. En die brengen dus nog steeds... En doen dat regelmatig met succes. En dat betekent dat het aantal graven dat u te verzorgen heeft ook nog gewoon nog steeds groeit, hè? Nou, niet ja, eigenlijk alleen maar met jonge militairen die omkomen. Hè? Want veel van de werkgroep vermiste personen, of zo heet die werkgroep. Ja, dat is die werkgroep. Die zoekt vooral naar de 600 mensen die we nog kwijt zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. En ik heb nog...
nou, meer dan 200 mensen zonder naam op mijn ereveld liggen. Dus veel van die 600 liggen bij mij. Wij hopen ook nog steeds op een dag op een telefoontje. Ja, want dat speelt nog echt heel erg in die familie. Absoluut. Mijn moeder is er niet meer. En ik weet, maar wij weten hoe belangrijk dat voor haar was. Belangrijk trauma in haar leven. Dus dat voor ons is dat toch ook een soort afsluiting. Als die gevonden wordt, zal die vermoedelijk ook in Loenen begraven worden. En ja, voor onze familie is dat heel waardevol. Meneer Vlieger, tot slot even, want we zijn door de tijd heen. Hè? U zei het al, we zijn een nieuwe weg aan het inslaan. We zijn al meer bezig met die thema's van alle tijd. Hoe lang gaan we dit volhouden? Want dat is een vraag die we volgens mij alleen maar in Nederland stellen. Hè? Ja, dat is een vraag die we in Nederland stellen. Ik heb er wel eens aan mijn Engelse zusterorganisatie van. Die trekt dan hele grote ogen van waar heb jij het over? Dat doen wij over 100 jaar nog. En ik vind dat wij dat ook zouden moeten doen. En ik denk dat we dat ook doen, want ik zie dat toenemen. Ik zie, de vrede is er nog niet overal in de wereld. We worden nog steeds uitgezonden. We zijn daarmee bezig. De jeugd wordt ermee geconfronteerd. De keuzes die jeugd nu maakt, die maakten ze toen ook. Als je ze dat duidelijk maakt, denk ik dat het voor iedereen duidelijk blijft, dat het belangrijk blijft. Want vrede en veiligheid is zo'n beetje wel het belangrijkste waar wij gebruik van kunnen maken. Dank u wel. En morgen, dan is die herdenking dus in Loenen. Ja. Wij zijn daar live bij, dus dat is voor wie dat wil te volgen op TV Gelderland. En vandaag is de herdenking in Groesbeek al. Ook daar zijn we live bij, die is om 14:15 op deze zender te zien. Ik dank al mijn gasten voor uw komst naar de studio op deze zondagochtend. Want we zijn er doorheen. Dit was Gelderland Live voor deze zondag. Dank voor het kijken. Volgende week dan zijn we er weer. Dan zit op deze plaats Annemieke Schakelaar. En hopelijk bent u er dan ook weer.